Ik heb er een hard hoofd in, of zij die... Want er komt toch een laatste quiz aan het eind? Zeker, ik weet niet of ze daar door gaan komen. Of ze dan wel ingelitent genoeg wezen. Dan is het misschien wel, dan is het misschien wel een handig idee om ze even nog een keer naar voren te roepen. Oh, dat om dat eventjes te checken. Ja, maar ja, ik vind het wel leuk als we ze dan naar voren halen op een beetje een zwoele manier. Waar zijn ze nou? Dat ze zich een beetje beter gaan presenteren. Ja, daar vond ik het wel een even beetje... Even wachten, en je moet het opbouwen, Roos. Je moet het opbouwen. Je moet nog even naar achter, pas als wij je roepen. Dan gaan we eens even kijken hoe het met de presentatie zit. Ja. Want een beetje politicus, die moet zich natuurlijk wel presenteren. Ja, natuurlijk. En kijk, wij hebben erover nagedacht. Geslaagd voor de presentatie. Jan-Jaap, aan jou moeten we nog een beetje sleutelen. Ja. Nee, want ik vond het wel stijfies. Ja, want wel nou, ik vond het toch trouwens, ik vind dat ze erg op elkaar lijken. Ja. Vind je niet? Ik vind dat mooi kleurt. Ja. Ja. We doen even een korte IQ-test. Dat we even kijken of jullie onze stad wel mogen. Of jullie zijn haar hebben. Ja, zo is dat. Want Leiden is natuurlijk wel onze stad. Ja. Dus daar zetten we niet de eerste de beste voor neer. En het is interactief, u mag meedoen. Ja, dus stel ze hebben vier vragen. Goed, dat jullie dat even herhalen. Begrepen, concentratie. Begin met jou. Ja, het is Roos. In het Braziliaanse regenwoud, hoeveel bomen staan daar? Achter een parnas. Te weinig. Fout. Nul vragen goed, ja? Nul vragen goed. Roos, hoeveel liter is de tank in huis van een jumbojet? Moeilijk. 1000 liter. Fout. Nul vragen goed. Nul vragen goed. Heel hard. Nul vragen goed. Met z'n allen, ja. Nul vragen goed. Ze hebben nul vragen goed. Janssen. Verkeerd. Nul vragen goed. Nul vragen goed. Half is die hier al is verteerd. Hoeveel kilo is dat? 100.000 kilo. Verkeerd. Nul vragen goed. Nul vragen goed. Nul vragen goed. Met z'n allen, ja. Nul vragen goed. Zij hebben nul vragen goed. We maken het een beetje het niveau wat lager. Let op, concentratie, ja. De grote slag bij Stalingrad, wanneer was dat? Te laat. Nul vragen goed. En nul vragen goed. En de formule van een koolhydraat. Zo makkelijk, hè. Te laat. Nul vragen goed. En nul vragen goed. En nul vragen goed. Nul vragen goed. Zij hebben nul. Nul, nul, nul. Jan-Jaap, en wat is de titel van dit lied? Weet je ook al niet? Nul vragen goed, nul vragen goed. En de ingrediënten van Marmiet? Weet je ook al niet? Nul vragen goed, nul vragen goed, nul vragen goed. Nul vragen goed. Zij een stuk verder mag gaan. Ja, want dit was een heel veel succes. Helaas. Ja, ik zou zeggen bedankt. Nou, dan denk ik dat het nou tijd is voor de tweede ronde. Oh, ja. Toch, de volgende ronde. Spannend. Ben wel benieuwd hoor. Ja. Wie wordt hier op schavot gezet? Wie wordt in de spot gezet?
beslist.